Welkom bij de hoogtepunten. De week van de Big Gender Reveal Party. Wat krijgt Jo, een jongen of een meisje? Ja, wordt het babyblauw of klopt het t-shirt niet helemaal? Hey, en lekker de foute 1500, hè? Dus zet je radio, knijtert je hart. De grootste radiofeestweek van het jaar alleen bij Q-Music. Heel erg veel plezier. Have fun. Mattie en Marieke. We gaan het volgende doen. Bruiloft, baby, begrafenis. Oké. Ik laat je zo meteen drie nummers horen van het stemlijstje van Pim. Eén daarvan moet gedraaid worden op je bruiloft. Eén liedje staat aan als je een baby maakt. Ja, oké. Okay. En eentje draait er op je begrafenis. Dit is liedje 1. Ik loop hier alleen in een te stille stad. Oh, bruiloft. Wel het ritme van een baby maken. Oh, ik ga het wat sneller. Oké, liedje 2. Ja, wordt dit de begrafenis? Ja, doe dan maar de baby. Oké, baby. Nou, dan hebben we hier de grote uitslag. Wat horen we op het moment dat de kist zakt van Marieke LCH? Papa en mama zijn op stap geweest. Nou, wat waren we uit? Jij en jouw Sander, wat leuk. Nou, we waren dus naar een festival. Dat had ik gekregen voor kerst. Best Kept Secret. Een weekender festival op het terrein van Beekse Bergen. Dat betekent dat het de hele weekend duurt. En op zaterdagavond, toen zei ik, ja, ik heb gewoon geen zin om net zoals afgelopen nacht twee keer naar de wc-blokken te lopen. Mm-hmm. Dus toen zei Sander tegen mij, en dat vond ik ook echt weer zo'n mannelijke benadering, dan plas je toch in een plastic flesje. Maar toen zei ik liever, dat kan niet als vrouw. Moet weer geen quiz van maken? Waar heb je uiteindelijk in geplast? Of is... Waar zou jij voor gaan? Poeh, ik denk dat jij een plastic zakje hebt gepakt. Ik heb naast de tent gezet een groot bierglas. Die hadden we nog naast de tent staan. En daar heb ik s'nachts in geplast. Was top. En toen heb ik het 's ochtends opgetild. Verdamme. En toen ben ik ermee naar het wc-blok gelopen. En ik zweer het je, niemand dacht dat dat mijn urine was. Want nee, natuurlijk niet. Warm geworden pilsje. Nee, en heb je het buiten bij het toiletblok laten staan? Want ik weet zeker dat een of andere onverlaat. Nou, lekker pilsje. Deze is op. Stuk slimmer. Stuk slimmer. Ja. Gelijk gezellig. Iemand alleen maar zijn achternaam noemen. Ja. Nee. Doe ik heel weinig. Mijn vriendin Vera, mijn goede vriendin Vera uit Brussel, die noem ik echt wel vaak. Nu zeg ik haar volledige naam, dan kan iedereen erop zoeken. Nou, dat zal wel stroomlopen in Brussel. Ja, ik denk dat wel meevalt. Ja, die wordt echt wel gewoon vaak Zeldrust genoemd. Ik had het idee dat de achternaam kort moet zijn, dan kan je de achternaam vaak gebruiken. Bij Valk vind ik makkelijk. Wij hebben een collega Lars Boele, die wordt ook altijd Boele. Ja, die noem ik ook altijd Boele, ja. Ik vind het gezellig. Ik zeg bijvoorbeeld nooit tegen jou van de intercom. Nee. Ik ben een beetje teleurgesteld vandaag. Het is woensdag, Brieke is er niet. En er is nog niemand verminkt, verwond of een tattoo gezet. Jasper. Ik ben echt gek op mijn Sander, dat weet jij. Maar eigenlijk loopt hij het liefst gewoon in een zwarte korte broek en een zwart t-shirt. Ik ben niet zo gek op fysiek winkelen. Dus ik ben voor mijn geliefde aan het webwinkelen geslagen. Mm-hmm. En ik vond het schitterend om te zien. Sander had meteen zin om te gaan passen. Dus ik zeg nou, schat, dan gaan we toch eventjes naar beneden. Dan gaan we naar de slaapkamer. Dan gaan we daar voor de grote spiegel staan. Hij zegt, nee joh, dat kan prima hier. In no time heeft hij 3 korte broeken, 6 overhemden en 4 t-shirts gepast, ja, in onze keuken. Zo. En elke keer zei hij, ja, is goed, deze neem ik. Ja, is goed, het zit lekker, ja, deze neem ik. Ja. En dan zag ik hem nog een klein beetje zo in het venstertje van de oven kijken. Alsof het een spiegel was, of het dan stond. Ja. En dan, ik zei, maar lieverd, hoe kan je nou beoordelen of dit leuk is? Zei hij, nou ja, als jij vindt dat het goed staat en ik vind dat het lekker zit en ik kijk nog een beetje de oven, dan is het toch prima? Ja, ik herken dit volledig. Dit zijn gewoon mannen. Als het lekker zit, zit het goed. En als jij tevreden bent, als je vriendin niet te boos ziet kijken, hou je het gewoon lekker aan. Ja, ja. Ik wist niet wat ik meemaak. Ja. Je draait dan toch nog een rondje voor de spiegel. Je haar zit netjes vandaag, dat is het. Je hebt het een beetje anders gekamd. Een beetje koorknaapje ben je. Scheidingje aan de zijkant. Ja, echt een Hollandse jongen ben je dan. Je kan zo op een pot met jam. Flipje. Ja. Bedankt. Jouw foto kan echt zo. Als je zo je duimpje doet, kan je gewoon zo op een pot met jam. Of kaas. Nu lekker aan bij jam. Jam is precies wat het is. Ja, het is echt zo'n pot met jam hoofd. Bedankt. Tippie voor de foute 1500. George Baker Selection. Kan ik nog koffie voor iemand meenemen? Hoe zou ik misschien een bakje zwart nee, dank je. Ja, een bakje zwart voor Annie. Nou, doe er nog maar eentje dan op. Tuurlijk, bakje zwart. Matthew?
Matthew. Matthew. Caffeine free for Matthew. Kijk eens, jochie. One Republic, Banky Music en Runaway. Ik dacht, ik kon nog een liedje draaien. Nee, we gingen niet nog een liedje draaien. Daarom nam ik nog een hand van mijn beschuit. Zullen we beschuit fluiten? Dit liedje hoor je zo meteen na 8 uur als tip voor de foute 1500. Ik moet lachen. Moeilijk hoor. Ja. Nou, kom op! Ik heb een verschuif in mijn mond. Zo slechte spelhoogst met het beschuitfluit altijd. Tweede radio ring kunnen we wel vergeten. Deze hoor je zo meteen. Dit gaan we niet meer doen. Joe, ja? Je weet of het een jongen of een meisje wordt. Dat klopt, ja. Ik wil het met jullie delen, maar ik dacht even checken of ik een goed pokerface heb. Dus ik heb hier twee tekstjes gemaakt. Maar dan kunnen jullie raden of, ja, wat het dan echt gaat worden. Oké, komt-ie aan. We krijgen een jongen. Helemaal leuk, helemaal zoet. Als hij ook maar een beetje op zijn vader lijkt, gaat het helemaal goed komen. Ik kan niet wachten tot ik hem in mijn arm heb. We krijgen een meisje. Helemaal leuk, helemaal zoet. Als ze ook maar een beetje op de moeder gaat lijken, gaat het helemaal goed komen. Ik kan niet wachten tot ik haar in mijn arm heb. Ja, het is bevestigd. Het is bevestigd, want ik had dit voorgevoel al. En ook nu, door wat er nu gebeurt, een meisje. Ik denk dat hij jong is. Annemarie? Meisje. Ja. Mike die zegt aan zijn enthousiasme te horen, ga ik voor een meisje. René gaat er weer voor een jongen. Jari, Joe's stem sloeg over bij een meisje, dus is het een meisje. Maar Yvette die vindt dan weer dat het veel oprechter klonk bij een jongen. We kregen de echofoto mee van de verloskundige. Otto en ik zijn toen een rustig plekje gaan opzoeken op de dijk in Edam. We hebben daar de envelop opengemaakt, daar zagen we de foto. Nou, het was alsof hij een winterpeen bij zich had in de baarmoeder. Het wordt een jongen! Ja, net zijn vader. Volgens mij zijn we er al. Oh, wat? Hoe bedoel je? Oh, wat? Sorry. Bedankt voor het kijken naar de hoogtepunten. Zo, veel sneller dan gedacht. Abonneer hier, like daar. Ik denk dat ik het terrasje ga pakken. Lekker. Heerlijk, lekker. Zoveel zin in. Even lekker niks. Goed. Mattie en Marieke. Q-Music. Mattie en Marieke.